De 25e Marvel film is een uitstapje naar de Aziatische cinema met Shang-Chi en The Legend of the Ten Rings. Welkom bij een nieuwe aflevering van Filmerts. Ik ben Henk. Ik ben Richard. Ik ben Sander. Ja, ik ben Pim. En in deze aflevering gaan we het hebben over Shang-Chi en The Legend of the Ten Rings. The product of all who came before you. The legacy of your family. Voordat we beginnen, alleen Richard en ik hebben deze film gezien. Yes. Wij gaan erover hebben en Pim en Sander gaan we gaan vragen stellen. Ik ben op je telefoon, Sander. Doe even Netflix opzetten. Ja, dat is goed. Ik wil wel Shang-Chi zien. Shang-Chi. Even kort, de regisseur is Destin Daniel Cretton van The Glass Castle, Just Mercy en Short Term 12. Het script is van Dave Callahan van Mortal Kombat, Wonder Woman 1984 en The Expendables trilogie. Nice. Track record. Ook regisseur heeft hem ook meegeschreven. En Andrew Lanham, die ook The Glass Castle, Just Mercy en The Kid heeft geschreven, neem ik aan. De film is met, nu wordt het helemaal leuk natuurlijk, Simu Liu. Die is Shang-Chi. Awkwafina. Dat is een rapper, heb ik even gelezen. Dus die heeft maar één naam. Tony Chiwan Leu. Ja, Tony Leung kan ik gewoon zeggen. Tony Leung. Het short, wat was het ook weer? Je hebt een lange en een korte. Staat wereldwijd bekend als Tony Leung. Tony Leung. Fala Chen, Michelle Yeoh en Ben Kingsley. Spoilers. Maar hij zit er wel bij. Hij zit er wel bij. Aziat. Precies. Dam. Nee, dat niet. Richard, wil jij het kort synopsisje? Ik zal het proberen. De film draait om Sean. En Sean is een jongen van Chinese afkomst. Hij woont in Amerika. Heeft een fijn baantje. Heeft een leuk leven. Tot hij op een dag in de bus wordt overvallen. Of aan wordt gevallen eigenlijk, moet ik zeggen. Omdat er gespuis uit is op zijn ketting. En het blijkt, Sean is eigenlijk Shang-Chi. En Shang-Chi is de zoon van een warlord die 1000 jaar oud is. Met dank aan de Ten Rings. Vandaar The Legend of the Ten Rings. Throughout my life, the Ten Rings gave our family power. En die vader heet Xiu Wenwu. En die staat ook wel bekend als The Mandarin van Iron Man 3. Oh. Dit is alleen de echte Mandarin. Mm-hmm. En wat wil nou toeval? De moeder is overleden. De vader heeft daar geen vrede mee. En die denkt dat zijn overleden vrouw verstopt zit in een grot bij haar ouderlijk dorp. Dus hij, en dat dorp is weer achter een magisch bos verstopt, toestanden. Dus hij besluit om dat dorp aan te vallen om zijn vrouw te redden. Maar zijn zoon probeert hem tegen te houden. Want als de grot open gaat, komt niet zijn vrouw eruit, maar een gigantisch monster. Wat wel eens het einde kan betekenen van de wereld. Ja. Doe iets? Ja. Ongeveer. Als je de trailer hebt gekeken, dan heb je dit. Zit het erin, hè? Dat zit het erin, ja. Dus dat is het eigenlijk, Shang-Chi. En dat klinkt allemaal best wel cool. Ja, en dat is het ook. Ja, dat want ze weten dat zij dit gezien hebben. Maar ik denk zelfs, no offense, dat je het nog kan waarderen ook. Ja, dat is waar. Ik weet het niet. Het is wel, het is wel een beetje hoe heet ze? Flying Dragon, nee, hoe heet die? Crouching Tiger, Hidden Dragon. Dat sausje zit er overheen. Dus het is natuurlijk met zwierige bewegingen, grote sprongen. Wire zoals het hoort. Wire, ja. Ja, dus wire. Dat. Maar dan met Marvel. Ja, het is heel erg. Je merkt gewoon van, we gooien die Chinese saus er overheen. Over een Marvel film. En op, ja, dat werkt. Ja. In deze film vind ik heel goed. Want eigenlijk, in essentie gaat dit verhaal over vader-zoon familierelatie. En dat spelen ze gewoon heel goed tegen de achtergrond van een super fantasierijk bos en rare wezens en draken en shit. Maar omdat het nog steeds in essentie gaat over dat vader en zoon verhaal. Ja, blijft, de familiebanden. Ja, die familiebanden blijft gewoon elke keer zo terugkomen dat je denkt, ja, maar ja, en daarvoor kijk ik. En daarvoor vind ik het cool dat hij op die draak zit of zo, bijvoorbeeld. Dus ja, dat een punt te noemen. Ja, om een vraag. Mag ik een vraag stellen? Nou, doen we dat zo? Als we een van ons niet de film heeft gezien,
En is Aquafina niet vet irritant de hele tijd? Ja, het is wel een beetje de comic relief character. De Jar Jar Binks van... Ja, de Jar Jar Binks. Maar ze doet het goed. Ze is een leuk bijkarakter. Ze is een beetje degene die inderdaad op sleeptouw mee wordt genomen naar een wereld. En zij weet het niet, dus ze moet een beetje uitgelegd krijgen wat die wereld is, zeg maar. Zij is er eigenlijk voor de kijker, zodat ze aan de kijker kunnen uitleggen van dit is de wereld waarin we... Voor de exposition, zeg maar. Dus als zij zegt van, wat is het voor dorp? Want dan denken ze kijken, oké, wat is het voor dorp? En dan kan iemand het even uitleggen. Ja, en je hebt wel vaker dat soort karakters, net als in Thor heb je die... chick zitten, die ook uiteindelijk in... Die hulp van Natalie Portman. De hulp van Natalie Portman, die ook zat in de serie... WandaVision. Die vond ik zelf wel grappig. Zij is gewoon... Aquafina of in die dame uit... Nee, die dame uit Thor. Deze, ik vind Aquafina ook eigenlijk wel het heel leuk doen. Ik dacht van, oh shit, het wordt zo'n karakter. En uiteindelijk denk ik, jij doet het best wel leuk. Hmm. Het is ook niet zoveel dat het irriteert. Nee. Het draait om Shang-Chi, uiteindelijk. Ja, uiteindelijk wordt haar verhaal soort van wel mooi afgerond. Ook een beetje, natuurlijk zijn wel dingetjes te zeggen van, had zij echt zo'n verhaal moeten krijgen zonder te spoilen. Ik kan met recht wel zeggen dat ik denk, het is eindelijk weer een leuke, vermakelijke Marvel film. En ik denk dat dat ook komt door hoofdrolspeler Simu Liu. Waarvan ik hoop dat ik het nu goed uitspreek, omdat ik kende hem niet. Dus dan heb je weer iemand die ook gewoon meteen verbonden is met dat personage. In plaats van dat je naar de acteur kijkt. Mm. Heb je? Dus je hebt eigenlijk hebt geen referentiekader. Ja, hij is natuurlijk wel, als je zijn track record kijkt. Zie je dat hij nu echt aan het opkomen was ook daarvoor. En dat ze hem echt wel goed gepikt hebben van nu ga jij deze hoofdrol krijgen. Koud. Die gast die vader speelt, dat is toch een super bekende Aziatische acteur. Ja. Dat is eigenlijk bijna een levende legende. Ja. Dat is het ook. Ik kwam al zo bekend voor die knakker. Ik dacht van, wacht even. Die heb ik erger. Ik heb wel een paar films gezien waar hij in zit, volgens mij. Dus dat is wel interessant. Ja, ik moet wel zeggen waar ik me er wel weer in stoorde. Om dan even de paar puntjes te noemen. Gaan we spoilers? Nee, niet eens spoilers. Het is meer dat ik wel dacht van die finale is wel één grote orgie aan CGI. En ik raakte echt af en toe wel de weg kwijt. Oh ja. Ja, ik raakte het niet kwijt, maar het was wel echt zo'n... Het is natuurlijk bij Marvel kun je niet zo heel snel kwijtraken. Want het is vrij basic. Maar dan weer een draak en dan een grot en dan ook nog iets uit het water en dan in één keer de controle over hebben. En het was eigenlijk één grote kleurige bende in grijs tinten. Ja. Want het was allemaal vrij donker. Het is wel de standaard Marvel kleurcorrectie zat er overheen. Dus niet mega saturated, maar wel redelijk saturated. Ik vond het... Het was weird, want aan het einde... een beetje spoilers voor als je het nog niet gezien hebt... gaan vooral kijken, superleuk. Op het einde heb je dat dorp. Allemaal fantastische wezens. Hele grote, hele Chinees-achtige leeuwen... die torenhoog zijn, zeg maar. Die gewoon ergens tussenin staat... waarvan je denkt, wow, dat is echt goed gedaan. En uiteindelijk komt er dus een hele grote draak... vechten tegen een andere hele grote draak. En dat is wel... En tussendoor vechten vader en zo nog een keer met elkaar. Ja, en er zijn ook allemaal soort van rare wezens die mensen opeten. Best wel... Dat is dan best wel weer heftig voor een Marvel film. Dat er mensen gewoon echt wel... door een soort van vliegende vampierachtige... Wezens. Demonen gejacked worden. Eindelijk gebeurt er dus wat. Dat zeker. Nou, er zaten veel creatieve... oplossingen in, vond ik zelf. Gewoon ook met dat water wat ons op kaart liet zien en zo. Oh ja. En die bomen die heen en weer schoven. En die Ten Rings. Dat is wind, Henk. Ja, ze gingen ook echt... Was dat geen bamboe? Mijn grootste gripe was denk ik wel dat... Nee, was geen bamboe. Nee? Het leek wel bamboe. Nee, het was echt een bos. En dat bos ging gewoon heen en weer. Je kunt op dat bos maar op één manier erin. Op één dag, op één tijd. Ja. En je hebt geen kaart, want... Nou, dus die knakker had vet goede timing en natuurlijk een oplossing voor in de vorm van een schattig diertje wat perfect te verkopen is als merchandise. Ja, daar wel weten. Zonder ogen. Dus dat kon dan. Klinkt een beetje als de Sprookjesbos van Herman Vinkers. Zo is het ook. Ja. Alleen het einde dan van Sprookjesbos is minder kleurrijk. Ben Kingsley die erin zat. Nou, dat moest een beetje. Even dan voor die zit natuurlijk ook in Iron Man 3. Daar speelde hij de Mandarin. Bleek achteraf natuurlijk de fake Mandarin te zijn. Dus die moest natuurlijk ook in deze film zitten. Nou. Ik vind wel dat ze het leuk hebben opgelost. Om zijn arcje af te maken. Ja.
Vond ik ook met die short natuurlijk. All Hail King. Dat wordt dan mooi afgerond. Ja, dit is dan Marvel met dat soort personages die dan eigenlijk dan de comic relief zijn op het moment dat het te zwaar dreigt te worden. Hoewel ik wel moet zeggen dat met deze film meeviel hoe vaak de angel werd gehaald uit serieuze momenten. Want je hebt vaak, dat is hier natuurlijk vader en zoon, en af en toe is het emotioneel heel zwaar, ook met het overlijden van die moeder. Maar er werd dan niet, ze zeggen, even ontkracht of zo. Daar zijn natuurlijk allemaal heel goed in om daar dan de stekker uit te halen van oeh, het moet niet te zwaar worden, het moet wel een leuke avond zijn voor de kijkers. Dat lieten ze redelijk intact, vond ik. Ja, dat vond zeker. Ik wel een, mag ook wel een keer. Pluspunt. Ja, dat, en, dat zeker. En er zat gewoon een goede reveal in van hey, eerst denk je dat dit gebeurt en dan wordt dat verhaal steeds verder uitgewerkt en laten zien. Ja. Waarbij je uiteindelijk denkt van, wow, dat is echt maar die Shang-Chi gast, die kon al wel gewoon vechten, toch? Het is niet alsof hij gewoon een... Hij blijkt dan uiteindelijk echt wel helemaal... Ja, je bedoelt de acteur zelf, denk ik. Of de personage. Een personage in de film. Ja. Ja, hij zit soort van verscholen in Amerika, omdat hij is weg bij zijn vader. Dus hij is gevlucht voor de tirannie van zijn vader. Dus hij is ondergedoken in Amerika, hij heeft een rustig leventje en uiteindelijk wordt hij dus toch gevonden. Want hij heeft iets, hij heeft een ketting en die willen ze hebben voor, bepaalde doeleinden. Oké. Okay. Dus, ja, en die scène, we zitten nu toevallig de foto's te kijken van de busscène. Dat is wel vrij het begin natuurlijk, want daar komen ze krachten voor het eerst boven. Dat is vet gedaan. Zo'n harmonica bus die dan uit elkaar scheurt en door de straten van San Francisco, dus hoogteverschil, een paar sprongetjes erbij. Ik vond het super vet gedaan. Een paar sprongetjes. Ja. Nou, en ook heel veel van die one-shots. Hè? Dus dat je hem echt door de bus van links naar rechts ziet gaan. Ja, ja, ja. Dat vond ik van tof gedaan. Ja, ze hebben af en toe had ik het idee van de raid hebben ze zo van, oh kijk, we doen van de zijkant en dan laten we de camera schuiven, zeg maar, dat soort shots zaten erin. Maar er zaten een aantal goede actie... Ja, echt zo van dit wordt een actiepiece, zeg maar. En er zaten er denk ik 5 in of zo. Maar die waren echt creatief goed gedaan. En dan zei ik dat van een gebouw, in die bus. Hoe die... kijken. Nog meer? Bij het dorp. Bij dat dorp, ja precies. Dat was een beetje de standaard. Maar er waren echt wel hele leuke, goede dingen om naar te kijken. Waarvan je niet... Je raakte de draad niet kwijt van waar is iedereen nou en zo. Dat was wel echt goed gedaan. Ik vond hem veel beter dan bijvoorbeeld Doctor Strange. Ik heb Doctor Strange laatst nog een keer zitten kijken. Toen dacht ik, dit is precies alle valkuilen waar ik vorige keer dacht van... dat werkt volgens mij niet helemaal. En dat wij tijdens de review nog best wel zo waren van... Oh, het is echt wel een fijne film. Toen keek ik hem nog een keer en dacht ik, dit valt zo uit elkaar voor mij. Okay. En ik heb het idee dat deze beter blijft staan. Ja, in ieder geval beter. Okay. De beste Marvel van dit jaar, want we hebben Black Widow natuurlijk gehad. Ja. Oh ja, ik vond sowieso wat hebben we nou, Eternals krijgen. Dat was echt, ik vind het wel lastig om dit te zien in het grote geheel. Het voelde wel heel erg zo van sidestep. Zo van, we hebben deze gast ook nog. Maar hoe dit nou ooit weer bij elkaar is gekomen. Je merkt wel dat ze nu verhaaltechnisch zichzelf met... Ja, niet hun vingers hebben gesneden met Endgame. Of met Infinity War, met die blip. Ze moeten daar toch iedere film iets mee doen. Dus nu hebben ze het opgelost door van posters van... voel je, weet ik, stress naar de blip. Je ziet het nu subtiel op de achtergrond. Dus je weet het is... Maar je hebt geen idee of... een van hen gebliept is. Ja. Want de Warlord, die is 1000 jaar oud. Is die geblipt? Is half zijn leger geblipt? Wat heeft hij dan in de tussentijd gedaan? Dus het is een beetje... Ze hebben zichzelf een beetje in de hoek geschilderd. Ja, kijk, ik kan me voorstellen dat ze dat daar ook lekker in die hoek laten. Zo van, iedereen snapt dat wel. Dat we dat niet allemaal nu in iedere film naar kunnen refereren. Maar ik denk wel dat ze moeten opletten waar ze het in de tijdlijn passen. En of het nog lukt. Want er zit volgens mij ook een... Ik heb het over... Gundam-staal ook, dat had hij op zijn school gehoord. Maar hoe oud is dat Gundam-staal liedje weer? Dus daar zitten ook weer fouten in. Hoe lang? Dat denk ik 10 jaar geleden of zo. Ja. Weet je. Maar hoe oud was hij in de film dan? Nou ja. Dus het is een beetje... 24 of zo, terwijl die 30 of 35 leek. Dus dat was maar dat soort dingetjes. Ja, dat beginnen ze zich hoofdelijk een beetje in de vingers. Aan de andere kant, je hebt een universum van 25 films. Ja. Wat wil je nog meer? Nou, ik dacht meer van, gaat hij nou echt terugkomen ergens? Of zou ik dat heel raar vinden? Of hij voelt niet als iemand die ook een Avenger gaat zijn of zo. Mm. Maar dat gaat hij wel worden. Oké. Okay. Denk je? Ja, tuurlijk. Oké. Okay. Het is wel trouwens wel lullig voor de film. Hij wordt niet in China uitgebracht.
En waarom niet? Meneer Simu Liu heeft een uitspraak gedaan waar ze in China niet blij van worden. Oh, en dan wordt gewoon even bekend. Dan gaan ze weer gewoon butthurt. Dit echt wel cool. Dus ja. Ze niet, hij heeft zichzelf ook niet verontschuldigd van China. Nee, en volgens mij was het niet zo. Cool. Dat vind ik wel vet. Jaren oud was geloof ik ook een tweet van, weet ik wel, 5, 6 jaar geleden of zo. Dat was toen bij John Cena, ja, die gaat dan in Chinees, gaat hij zichzelf dan een soort van, het kruipt hij in de kont van de Chinese overheid. Dat vind ik echt zo. Het moet gewoon. Weet nou ja, ik kan me voorstellen dat deze jongen ook van Disney of van Marvel daar had in die hoek gedrukt kunnen worden. Zo van, joh, je gaat hadden ze het toch niet midden, kunnen want casten. Als het al 5 jaar geleden was, dan hadden ze toch ook kunnen zeggen van, hey, dit gaat niet meer. We casten hem niet, ja. Ja. Ja, geen idee. Ja, of ze zijn er niet op de dag gekomen. Nee, dat is denk ik vooral. Dat is te laat. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, dat vind ik ook wel echt dan fucking nalatig van de kant van Disney. Ik bedoel, je weet dat elke scheet die 30 jaar geleden is gebeurd, dat is een reden kan zijn voor zoiets. Dan ga je toch, als je iemand wil casten, een volledige background check doen op alle social media profielen en zo. Dat hebben ze dus niet gedaan. Dat vind ik gewoon dom. Aan de andere kant moeten we dat willen. Nee, moeten we ook niet willen. Maar dan moet iemand meer wat zeggen. Want als je puur vanaf het geldstandpunt kijkt, dan is het nalatig. Maar het is niet handig, moralistisch gezien aan het begin zaten best wel veel Chinese stukken ook in de film. Wat best wel, vond ik heel leuk dat ze dat gedaan hadden. Maar als je dan niet in China Maar laten we eerlijk zijn, als Disney sowieso niet bezig was met gewoon alleen maar proberen die Chinese markt aan te boren, was deze film er sowieso niet gekomen. Nee, precies. Dus, dat denk ik ook. Ja. Dus waarom, waar is dit dan? Hopelijk is dit soort van een ding dat ze eigenlijk soort van achterkomen van misschien moeten we niet al te veel leunen op de Chinese markt. Dat gaat niet gebeuren, dat is wensdenken. Maar ik hoop dat soort van een eerste soort van dingetje is van, misschien moeten we China wel gewoon lekker. Dus kijk, aan de ene kant is het natuurlijk het land en aan de andere kant is het natuurlijk, er zijn ook heel veel Chinese, Aziatische mensen die nog heel weinig werden gerepresenteerd in de Marvel Universe. En nu meer, zeg maar. Ja, daar zit ook wel wat in, De Black Panther, zeg maar, voor de Aziatische gemeenschap. Ja. Ja. Ik kan me voorstellen, misschien als Japaner, dat je dan denkt, maar China, ik weet niet hoe dat precies ligt, maar zo voelde het een beetje. Zo van, we hebben Black Panther, zeg maar, zo van, we willen zo'n film maken. En nu hebben we een Aziatische. Nou, de token Asian Marvel film. Daar moet je echt blij mee zijn. Ja, zo voelde het toch wel. Maar dan voelt het toch geforceerd, denk ik. Als jij dit zo zegt, dan lijkt het mij heel geforceerd. Ja, dat is heel erg. Dat valt dus mee. Het is wel heel erg genre opgezocht. Klinkt nu heel erg. Ja, ik had hetzelfde. Het klinkt nu heel zieloos. Maar ik snap soort van je punt. Nou, het was natuurlijk al geschreven. Net zoals dat Black Panther ook al geschreven was. Als er is een Afrikaans land. Dat is ook zo. Ja, dat is waar. Net zoals bij Dune, hè. Was allemaal al geschreven. Ik kan nu niet zeggen waarom het zo verfilmd is. Dat is ook zo. Maar Hebben ze niet veel shit veranderd dan? In Shang-Chi tenover? Ja, hij heeft officieel 4 zussen. En dat hebben ze samengebracht naar 1 zus. Dus die heeft van alles wat gekregen. Een beetje dat soort dingen. Maar dat is ook weer dat compact. Kun je wat weglaten. Anders moeten ze ook vooraf. Je moet ze weer 4 spin-off films maken. Al die zussen. Nou, het kan natuurlijk altijd eentje opduiken weer. Hè? Ze nog achter de hand. Ze kunnen altijd de vaste formule doen. Dat het zo van, die maken we wel een serie over. En dan wordt het een soort van Charlie's Angels, maar dan Chinees. Boom. Ik heb een idee gegeven. Oh jee. Nou, ik vond wel als laatste dingetje en een beetje mijn, zeg maar, after credits had je dan zo'n stukje dat zijn zus, zeg maar, dan op de troon gaat zitten van, zeg maar, de bad guy die nu dus weg is. En daar dus zijn leger overneemt en zijn business, zeg maar, door gaat zetten. En ja, dat hadden we eigenlijk ook alweer gezien in de serie van Falcon and the Winter Soldier, waarin dan ook een criminal mastermind, een vrouw bleek te zijn. En dan dacht ik, weet niet, op een of andere manier dacht ik nu weer van, alweer? Maar dus in deze film moest hij tegen zijn pa vechten en dan moet hij in het vervolg moet hij straks tegen zijn zus vechten. Een leuke familie. Ja, ik snap wel dat hij ondergedoken zat. Nou, het is ook helemaal een leuke familie. Nee, dat blijft. Precies, maar ja. Maar het voelde een soort van geforceerd van, we moeten meer vrouwelijke bad guys hebben. Oké. Wat vind jij ervan? Van die vrouwelijke bed? Ja, ik denk altijd van, ik hoop dat ze het goed gebruiken. Of liever niet. Ik weet het niet. Kijk, dit is natuurlijk een openingetje naar een vervolgfilm. En ik weet niet hoe ze dit, want er zit natuurlijk ook een after credits scene die weer aan de Avengers gelinkt is.
Welke was het ook weer? De Mid-Credits. Nee, dat ze in overleg gaan met Banner en met Captain Marvel. Ja, 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 ja. Dus het zit erbij. Ja. Maar goed. Nog één tip. 12 november is het Disney Plus Day. En dan staat hij vanaf dat moment ook op Disney Plus. Ja. Disney Plus Day? Dus ja. Dat wil ik maar gratis. Zeggen. Dan staat hij helemaal gratis. Nah. Staat hij erop. You can't outrun. Maar dankjewel voor het kijken en luisteren naar deze aflevering. Beluister ons via audiogeeks.nl. Shoutout! Daar staan we op. Maar ook op natuurlijk alle andere kanalen. Spotify, iTunes, Stitcher en jouw favoriete podcast app. Bij mij Podcast Addict. Check ook onze socials. We staan voornamelijk op Instagram. Maar je kan ook ons op Facebook vinden. En natuurlijk op YouTube als je deze alleen aan het luisteren bent. En... als je ons wil steunen, zijn wij op Patreon te vinden. En dan kun je natuurlijk maandelijks een bedrag aan ons geven. Omdat je ons heel vet vindt, kunnen we hele leuke dingen van doen. Zoals deze nieuwe microfoon kopen. Je kunt tenminste water betalen. Ja, precies. Dankjewel voor het kijken en luisteren. En tot de volgende aflevering. Doei. Joe.